jump mogen we naar meer en door. Hier. Ik ga jullie een beetje plagen. Wacht even. Gezellig om met jullie te praten, te kletsen. Ik heb echt het gevoel dat ik met jullie in contact sta. Ik wil jullie zo een knuffel geven, maar dat kan helemaal niet. Want ik zit daar voor een camera. Maar goed. Heere zegen voor het lekker eten. Amen. En goedemorgen, wij zijn de Bellinga's familievloggers en kijken vandaag weer gezellig met ons mee. En kijk eens. Woezel, het kerstfeest is begonnen bij de Bellinga's. Wauw. Jullie hebben iets gekregen van opa en oma. Maak eens open. Wat is dat? Laat maar lekker open. Een kerstkaartje, Lucilla. Mama. Oh, wat mooi. Maak eens een kerstkaartje. Maak eens open. Wat staat erin? Lees maar voor, mami. Lees. Oeh, een heel verhaal. Lieve Lucilla, wat houden we veel van jou. En wat zijn we super trots op je kleine meid. De kleine meid die volgend jaar ineens groot is, omdat ze in januari 3 wordt. En ineens de volgende maand grote zus wordt van een heel klein zusje. Liefs opa en oma Bellinga. Ah. En van mij? Ja, maak je wel eens open. Lieve Luan, hierbij dan een Engels kaartje voor jou. Wat betekent dat we jou een hele mooie kerst toewensen? Kijk, hier staat... Have yourself a merry little Christmas. We houden heel veel van jou en zijn super trots op je. Kusjes en knuffel van opa en oma. Ah. Merry Christmas. Luan doet de riemetjes om. Kom op, Pipje. Lopen nog even op het bankje met z'n tweetjes, hè? Oh, Pip, achter jou moet ook nog een riempje om, hè? Ja. Nog even een blokje lopen, Roeslimpik. Het regent, het regent. Kom maar, Roesel. Even een plasje en een poepje op het grasje. En dan zijn ze klaar, Luan. Ja. Lopen we tot het paaltje. Daar doet Pip altijd haar plasje en haar poepje. Roesel heeft het net al gedaan. Kom maar, lieve Pipje. De winter is begonnen, hoor. Kom, Roes. Gaat Lucilla ook lekker spelen op school? Net Luan weggebracht. Ga je tekening maken? En sokjes aan. Ja, een sokjes aan met de gym. Ja, en lekker spelen met de kindjes. Moet ja, maar mama gaat even vragen of ze anti-slip sokjes hebben. Goed? Tot straks, lieve Zilla. Veel plezier. Love you. Wij hebben de kindjes weer naar school gebracht. Het is weer donderdagochtend voor ons. Dus weer eventjes tijd voor ons met z'n tweetjes. We gaan weer even lekker naar de sauna. Een korte ochtendje. Lekker ontspannen. En we zien jullie straks weer. Doei! Straks. Woezel, Pipje. En we zijn weer lekker thuis bij de Pipjes. Kussies. Oh, kussies, kussies. Ik ga ze even uitlaten, gaan. Ja. Ik ga een update opnemen voor jullie. Zwangerschaps update. Ik zit weer in de babykamer, jongens. Want het is weer tijd voor een zwangerschapsupdate. Dankjewel als eerste voor alle jullie lieve reacties die jullie onder de vorige zwangerschapsupdate en sowieso onder al onze vlogs hebben achtergelaten. Heel erg leuk om te lezen. Ik heb ook weer heel veel leuke vragen voor jullie gekregen. En die ga ik zo meteen voor jullie beantwoorden. Als je weer een vraag hebt wat gaat over de zwangerschap of over het kindje of over... Nou ja, gewoon iets, zeg maar. Dan mag je die ook even hieronder stellen. Want als ik dan weer een nieuwe zwangerschapsupdate ga opnemen... dan kan ik even weer wat vragen voor jullie ertussen uitpikken... die ik dan weer in mijn volgende zwangerschapsupdate ga beantwoorden. Want ik merk dat jullie het heel erg leuk vinden. En ik vind het ook heel erg leuk om zwangerschapsupdates op te nemen... en ook een beetje de interactie met jullie te houden. Als eerste ben ik vandaag, zeg maar, 30,5 week zwanger... Dus voor mijn gevoel echt nu weer zo'n mijlpaal verder, zeg maar. We gaan weer het soort van het laatste trimester in. In zwangerschap heb je in principe 3 trimesters, noemen ze dat. Het eerste gedeelte, het middelste gedeelte en het laatste gedeelte. En het eerste gedeelte en het laatste gedeelte vind ik persoonlijk altijd het pittigst. Het eerste gedeelte vind ik altijd een beetje pittig, omdat je dan heel erg last van misselijkheid hebt en die hormonen in je lichaam. En het laatste gedeelte vind ik altijd wat pittiger worden, omdat je buik echt begint te groeien en je kindje begint echt te groeien. En je gaat echt een soort toeleven naar de bevalling, zeg maar. En het middelste gedeelte voel ik me altijd een beetje het beste. Ik denk dat de meeste zwangeren dit wel een beetje herkennen. Het gaat een stuk beter in de zin van dat ik meer balans kan vinden tussen rust en de video's editen en het mama zijn en voor de kinderen zorgen en met Daniel tijd doorbrengen. Vandaag hebben we ook weer lekker in de sauna doorgebracht met z'n tweetjes. Het was overigens weer heerlijk, echt.
Ik vind het heel fijn om iedere week iets terug te laten komen. Waardoor Daan en ik gewoon ook vaker samen kunnen zijn zonder de kinderen. Om even daarop terug te komen. We kregen ook wel eens de vraag van, goh, waarom doe je niet een keer een hele dag dat je alleen met z'n tweetjes weg kan? Dan zitten wij gewoon heel erg met oppas. Het is voor ons niet heel erg makkelijk om oppas te regelen voor echt 's ochtends tot 's avonds, zeg maar, een hele dag. En dan komt het af en toe voor dat we dus eventjes een dag helemaal weg zijn. Maar dat is niet heel erg vaak. En we willen niet heel erg afhankelijk zijn van een oppas. En dat is de reden dat we dus deze oplossing hebben bedacht. Dat we op het moment dat de kinderen naar school en het kinderdagverblijf zijn, dat we dan samen weggaan. Dan kan het iedere week terug blijven komen. Dan is het wel niet een hele dag, maar dan is het in ieder geval een hele ochtend. En dat dan iedere week. Dat vinden wij fijner als één keer in de zoveel tijd een hele dag met z'n tweeën weg zijn en dan afhankelijk zijn van een oppas. Dus dat is een beetje de reden dat we voor deze oplossing hebben gekozen. Voor ons werkt het heel erg goed op dit moment. Dat doen we nu voor de derde keer. Dat houden we zeker in. Ik vertelde het ook al in een paar vlogs geleden. Eén keer in de twee weken gaan Daniel en ik naar een bijbelcursus 's avonds. En dan komt oma altijd oppassen. Dat is wel een klein stukje vastigheid waar we dan wel oppas voor hebben. Dat is dus één keer in de twee weken. En dan gaan we samen naar die bijbelcursus. En dat is ook een avondje van Daniel en mij samen. Dus in dat opzicht werken we ook goed aan onze tijd samen. Wat we nu echt merken dat heel erg belangrijk is. Ik ben heel erg blij dat Daniel het leuk vindt om ook de andere video's te editen. Ik doe natuurlijk gewoon nog steeds de dagvideo's. De vlogs editen. De leuke kinderkanaal vlogjes die doet Daniel. En hij vindt het super leuk om te doen. En dus dat blijft gewoon zo doorgaan. En ik ben ook blij dat ik dat een beetje kan loslaten. Dat ik het aan hem ook kan overdragen. En ik vind het ook heel erg leuk dat jullie hem daarbij helpen. Want jullie geven hem soms wel eens wat leuke feedback. Waar hij ook echt zijn best voor doet om daar wat mee te doen. Dus dank jullie wel ook daarvoor. Dus dat gaat ook beter. Ik merk wel dat dit gewoon een drukke maand is. Het is dus decembermaand. Sinterklaas hebben we net achter de rug. We hebben weer wat extra video's online geplaatst. Omdat we gewoon zoveel content maken. Dat we dat niet allemaal in één video kunnen doen. En aangezien onze video's achterlopen in realiteit. Zouden dus eigenlijk Sinterklaas en kerstvideo's later online komen. Dan dat het in realiteit is. Dus dan zit je met kerst. En dan krijgen jullie een Sinterklaas video online. Dat is natuurlijk niet heel erg leuk altijd om dat dan te zien. Plus we hebben dan gewoon veel te veel beeldmateriaal. We hebben daarvoor dus toch besloten aparte bonusvideo's te maken. Dat geeft ons ook gewoon wat meer rust. En ja, ik kan het allemaal ook nog wel behappen. Dus dan doe ik dat nog graag met alle liefde. En ik vind het zelf ook heel erg leuk om te doen. Die Sinterklaasvlog was ook zo leuk om te doen. Ik ben vandaag bezig geweest met de kerstvideo. Die hebben jullie ook online gezien. Dat was ook zo leuk om te doen. Dus dat zijn weer ook een beetje mijn kunstwerkjes voor jullie. Die online staan als extraatje gewoon deze maand. En natuurlijk werk ik ook nog heel hard aan de Bellinga Movie. Die onze vaste kijkers wellicht wel kennen van vorig jaar. Dat is in de video. Een hele lange video, waarin we allerlei recaps van het afgelopen jaar bij elkaar hebben gesprokkeld. En al onze mooie belevenissen van het hele jaar in één video zijn. En dat is eigenlijk een soort video die ik ook als een stukje nalatenschap zie voor de kinderen, die ze later kunnen terugkijken. Dan ga je natuurlijk niet 365 dagen helemaal terugkijken. Maar dat is natuurlijk wel leuk om één jaar video terug te kijken van wat je dat heel dit jaar hebt meegemaakt. En ja, dat jullie dat ook heel erg leuk vinden, dat is natuurlijk super mooi meegenomen. Vandaar dat we die ook met de kerstdagen altijd uploaden. Dat zou waarschijnlijk niet met de kerst zijn, maar dat zou rond oud en nieuw zijn. Omdat het hele jaar betreft. Dus er zitten ook nog stukjes van december bij. Dus die komt er ook nog aan en daar ben ik ook nog steeds mee bezig. En dat vind ik ook nog heel erg leuk. Dus, dat is heel goed. Met mij gaat het voor de rest heel goed, zoals je ziet. Ik ben heel blij met mijn nieuwe bril trouwens. Jullie vonden hem ook heel erg mooi. Met de zwangerschap gaat het ook goed. Ze beweegt ontzettend veel en ik merk dat ik eraan ben dat ze beweegt. Dus soms beweegt het zoveel dat ik niet eens meer denk, ze beweegt. Want ik voel gewoon de hele tijd gekriebel en gedraai in de buik. Gisteravond lag ik op bed en Luan en Lucilla zaten bij mij en ze keken naar de buik. En je zag de buik helemaal zo bewegen. Echt, nou, het leek wel alsof er een rondje aan het draaien was in de buik. Want de hele buik die bobbelde alle kanten op. Ja, ik heb dat niet gefilmd, want ja, moet je maar net je camera bij hebben. Dus dat heb ik niet gefilmd. Maar dat was heel leuk. Luan, oh, boom, mama, kijk je buik. Superleuk. Dus dat gaat helemaal goed. Het enige wat ik nu wel echt ga merken is dat ik instabiliteit, last van mijn bekken en van mijn onderrug heel erg krijg. En dat is natuurlijk op zich ook wel logisch, want ja, op het moment dat je zwanger bent en je bent in het stadium waar ik nu een beetje ben, dan wordt alles in jouw heupen, in de botten, zeg maar, wordt allemaal een beetje week. Ter voorbereiding op de bevalling, omdat het allemaal een beetje uit elkaar moet gaan staan, omdat natuurlijk de baby geboren moet worden. Dus dat onderstuk van je lichaam,
Dat wordt gewoon wat weker. En daardoor krijg je daar last van aan je bekken, aan je buik. Of aan je rug met name ook heel erg. Maar goed, dat herken ik van de vorige zwangerschappen. Ik heb ook van jullie een lieve reactie gekregen van... Oh, kun je zo'n buikband gebruiken? Die had ik ook bij Lucilla aangeschaft. En ik vond dat toen niet prettig, omdat hij heel strak op mijn buik zat. En ik merk ook dat ik het juist fijn vind dat er niks op mijn buik zit. Het liefst ook geen broek en niks, weet je wel. Ik heb die nog steeds in de kast liggen, maar ik kan die nog eens een keertje gaan proberen. Maar of ik dat echt heel fijn vond, dat weet ik niet meer zo goed. Maar jullie willen natuurlijk heel eventjes de buik zien. Ik laat heel eventjes de buik zien en daarna gaan we meteen door met de vragen. Nou, ik heb trouwens deze leuke nieuwe trui aan. Kijk, zo zie je geen buik. Nieuwe trui die ik heb geshot. Dit is de buik op dit moment. Nu. Kijk, dit is dus nu. En zo ziet het er nu dus uit. Ja, ik weet niet of jullie goed kunnen zien of hij heel veel groeit. Maar hij gaat nu steeds meer weer naar voren staan, zeg maar. De buik gaat nu steeds meer weer naar voren staan, heb ik het gevoel. En hij komt nog steeds hoger te zitten. En dit wordt wat wijder. Nou, dat was dus de buik. We gaan nu even door naar jullie vragen. Want ik heb weer wat vragen bij elkaar gesprokkeld onder de vorige zwangerschap update. Super dankjewel voor al jullie vragen. Mariska vraagt wanneer... jullie derde kindje verwacht, gaan jullie dan verhuizen? Nou, zoals jullie zien zit ik nu in de slaapkamer van de baby. Dus we hebben gewoon plek in ons huis waar we nu wonen. We hebben 4 slaapkamers, waarvan 3 op de eerste etage. En Daniel en ik boven, nog best wel groot trouwens, onze eigen slaapwerkkamer. En dus wat kamers betreft hoeven de kinderen geen kamers te delen. Natuurlijk willen we ooit een keer verhuizen naar een ander huis... Maar op dit moment is dat nog niet echt aan de orde, zeg maar. En kunnen we nog prima in dit huis wonen. We wonen hier nu 2 jaar, 2,5 jaar. Dus ook nog niet zo super lang. Hiervoor hebben Daniel en ik op een heel klein flatje gewoond. En hadden we maar 1 extra slaapkamertje. En sliepen Luan en Lucilla eigenlijk op 1 kamer samen. Dus we zijn stukken kleiner gewend. Dus dit huis is eigenlijk voor ons al een hele vooruitgang geweest. 2,5 jaar geleden of 2 jaar geleden. Dus... Ja, en natuurlijk, ik denk dat we ooit wel weer een keer gaan verhuizen. Maar voor nu hebben we daar nog niet specifiek plannen voor, zeg maar. Raya Lona vraagt, leuke naam trouwens, vraagt hoe lang zitten baby's eigenlijk in een buik? Ik heb dat ook al in veel video's gezegd, maar heel even snel ook voor de kids onder ons. In principe bij je 40, ja, is een vrouw 40 weken zwanger. En tel je dus in weken. Je bent 9 maanden zwanger, maar je zwangerschap tel je in weken. Om wat specifieker te zijn waar je zit in een zwangerschap. Dus als je met een vrouw vraagt hoe lang ben je zwanger, 9 van de 10 keer praten ze dus in weken. Totaal ben je 40 weken zwanger in een normale zwangerschap. Maar vrouwen kunnen altijd iets eerder bevallen of iets later bevallen. En in principe mag je gewoon normaal thuis bevallen als je tussen de 37 weken... En 41 weken, 42 weken is wel erg max. Dan gaan ze volgens mij wel helpen dat de bevalling gaat beginnen. Want dan zit de baby wel heel lang in de buik. Maar tussen 37 weken en 41 weken ongeveer kan je dus bevallen. Ik ben bij mijn vorige zwangerschappen later bevallen als de 40 weken. Dus bij 41 weken. En ik ga ervan uit dat ik bij deze ook weer 41 weken zwanger ga zijn. Omdat dat vaak wel het geval is als je ook je eerdere zwangerschappen al... later ben ik bevallen. Kirena, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die vraagt... doet het pijn wanneer de baby schopt? Soms wel, nu wel, in het begin niet. Omdat het baby dan nog te klein is om kracht te zetten. Maar ik merk dat als ze nu in het draaien is, of het spelen is, of het zwemmen is in de buik... Soms is ze wakker en is ze heel actief dingen aan het doen. En we hebben op de 4D echo gezien wat ze allemaal aan het doen is. Ze speelt met de navelstreng, ze speelt met haar eigen voetjes. Dus ze pakt haar eigen voetjes vast, die doet ze in de mond. Dat hebben we allemaal gezien op de pret echo. Zo speciaal was dat trouwens ook. Dus ze doet echt heel veel in de buik. En je kunt wel voorstellen dat... als de baby groter wordt, je dat natuurlijk ook meer gaat voelen. En het doet niet zozeer pijn dat je ervan moet huilen, zeg maar. Van auw, pijn. Maar soms is het wel van auw, dat is niet fijn. Soms is het niet heel erg fijn. Dan staat mijn buik ook heel gek. Hele rare bobbels op mijn buik. Maar echt dat het heel veel pijn doet niet. Ik vind het juist wel een heel fijn gevoel. Omdat je echt het gevoel hebt dat je in contact staat met je kindje. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Moeders begrijpen het misschien wel. Het is gewoon een magisch moment als je kind gaat bewegen in de buik. En als je dat goed kan zien en goed kan voelen. Maar soms doet het wel pijn. Soms schopt ze iets te hard tegen je ribben aan. Of soms dan wil je bijvoorbeeld iets pakken op de grond en dan buk je. En dan voel je dat er een voetje of een beentje of een billetje of... ergens iets tegen jouw ribben binnenin aankomt. En dan denk je van, ik kan niet te ver buigen, want daar zit iets
van haar dubbel. Dan moet je weer even terug en denk, oh ja, nou. Dus je gaat het op een gegeven moment wel voelen, maar het doet niet pijn. Het is niet een pijnlijk gevoel, maar je kunt het wel voelen, naarmate het baby groter wordt. Mirella die vraagt, die zegt van, jullie wouden geen badje, maar je kan ook een wasmand in het bad zetten. En daar dan een baby in doen. Ja, dat is in principe een goed idee, maar we hebben een tummy tub. Kijk, ik kan jullie dat even laten zien. Kijk, we hebben een tummy tub, dat is dit. En dat is een speciale emmer voor baby's. Dus het is niet echt een emmer, dat is echt speciaal voor baby's. En hier kan de baby dus in zitten als ze net geboren is. En je ziet dan heel mooi hier ook doorheen hoe dan de baby gaat zitten. Luan en Lucella hebben allebei wel een badje gehad toen ze geboren werden. Maar toen hadden we een wat grotere babykamer en dat past gewoon niet in deze babykamer. En een badje gebruiken wij ook niet zo heel erg veel. Want bij Luan en bij Lucilla hebben we eigenlijk al vrij snel het gewone bad gebruikt. In plaats van dat babybadje. Dat babybadje hebben we eigenlijk alleen maar gebruikt in de kraamweek. Misschien nog een paar keer daarna, één of twee keertjes. Maar daarna hebben we hem nooit meer gebruikt. Dus dat zonder een heel badstellage of ja, een specifieke een wasmand. Ik heb niet eens een wasmand, dus die moet ik zo wel kopen. Een wasmand in bad te zetten. Eigenlijk doen we vrij snel de baby in het grote bad. Niet alleen uiteraard, maar gaan wij zelf in bad met de baby. Dat hebben we ook bij Luan en Lucilla gedaan. Hoe is het eigenlijk om te bevallen? Want ik wil later ook kinderen. En scheelt dat bij ieder mens? Ik denk het wel, maar doet het pijn? Pijn? Of is het zo dat als je er twee hebt gehad, het helemaal geen pijn meer doet? Vond je de eerste zwangerschap spannend? Ik heb dit al een keer eerder beantwoord in een vorige zwangerschapsupdate. Dat is een zwangerschapsupdate aparte bonusvideo geweest. Dus als je die wilt terugkijken, kijk even bij alle vorige video's. Dus met een rode balk over de thumbnail. Dat zijn bonusvideo's. Daar heb ik dit al een keertje heel uitgebreid verteld. Hoe mijn bevalling was en wat voor pijn ik voelde. Maar een zwangerschap is natuurlijk nooit geen pretje. Het doet pijn in de zin van, het is niet fijn en je hebt pijn. Maar het is een heel ander soort pijn wat ik niet kan beschrijven op het moment dat je dat nooit hebt meegemaakt. Want daarna, er gebeurt iets heel bijzonders in je lichaam. En daarna krijg je het meest wonderlijke wat er maar staat, wat er maar bestaat, krijg je op je buik gelegd of krijg je in je armen. En dat is zo'n magisch moment dat eigenlijk ik niet goed kan beschrijven of kan zeggen, ja nou, zwangerschap doet pijn. Natuurlijk doet het pijn, maar het is iets. Het is een hele mooie ervaring, vind ik. Maar het is geen pijnloze ervaring voor mij in ieder geval geweest. De vraag of ik de eerste zwangerschap spannend vond. Ja, tuurlijk vond ik die spannend. Toen wist ik totaal niet wat me te wachten stond. En ik merk wel dat het de tweede zwangerschap ik iets meer vertrouwen in mezelf had. En ik beter herkende wat er gebeurde in mijn lichaam. En dus ook meer aan over kon geven. Maar het is niet zozeer dat het minder pijnlijk is dan je eerste zwangerschap. Dus niet zozeer dat hoe meer kinderen je krijgt, hoe minder pijnlijk het is. Dat is volgens mij niet zozeer. Want bij Lucilla had ik ook best wel veel pijn. Maar de bevalling kan wel makkelijker gaan en wel wat sneller gaan. Omdat natuurlijk al de doorgang vaker is gebruikt. De bevalling van Luan duurde van de eerste week tot de geboorte ongeveer 12 uur. En dat is ook een gemiddeld vrij normaal, volgens mij, bevalling voor een eerste. En met Lucilla ben ik in 7 uur bevallen. Dus dat ging eigenlijk 2 keer zo snel. En ja, de derde kan nog sneller gaan. Maar ja, je weet nooit wat er gebeurt. Het is natuurlijk altijd een spannend moment. Meerte vraagt, ga je weer zo'n schilderij op je buik maken? Ja, dat gaan we zeker doen. Alleen nog niet nu. Want de buik is nog niet op zijn grootst, zeg maar. Of hij kan nog groter worden, laat ik het daarop houden. Toen Luan en Daniel de buik van mij met Lucilla in de buik gingen schilderen. Als je die video nog niet hebt gezien, check hem even terug. Buikschilderen heet die video van 3 jaar geleden. Dan toen was ik 37 of 38 weken zwanger uit mijn hoofd. Dus toen liep ik een beetje bijna op het einde. En we zijn zeker van plan ook dat natuurlijk weer te doen. En dat gaan jullie ook allemaal weer voorbij zien komen. Tijmen die vraagt een hele lange reactie. Ik denk of ik nog een tip wil geven van de naam. De tweede letter. Of ik die wil vertellen in een vlog. Ik heb jullie inderdaad verteld dat de naam met een L gaat beginnen. Ik vind het heel erg leuk om jullie namen te lezen. Er is nog steeds niemand die de naam heeft geraden. Dus ik weet nu eigenlijk bijna wel zeker dat het een hele unieke naam is. Want er zijn al zoveel namen voorbij gekomen. Trouwens ook hele leuke namen. En jullie vragen allemaal af of de tweede letter een U is. En dat vind ik wel echt heel grappig. En ik zit echt te twijfelen. Zal ik het zeggen? Zal ik het niet zeggen? Oké, ik ga het zeggen. Ja, jullie hebben gelijk. De tweede letter is met een U.
En daar blijft het bij. Ik ga niet nog meer vertellen. En jullie vroegen ook iemand vroeg ook waarom ik het op had geschreven op een papiertje. Dat heb ik gedaan, ook bij de andere kinderen heb ik dat gedaan, bij Luan en Lucilla gedaan. Omdat dat de eerste visuele naam op papier wil ik altijd mooi geschreven hebben. Om te kijken hoe dat dus eruit ziet. Of dat mooi staat, weet je wel. Dat doe ik uiteindelijk altijd een beetje voor. En die briefjes vind ik leuk om te bewaren voor later. En vandaar dat ik dat als, dus in dat doosje, hier in dit doosje. Hier. Ik ga jullie een beetje plagen. Wacht even. In dit doosje zit de naam. Dit is een bijouterie doosje. Als ik het mooi zeg. Van vroeger, van mij. Waar ik dus al mijn sieraden in bewaarde. En waar ik heel lang mee heb gespeeld altijd. Kunnen jullie het zien? Oep, deze. En jullie zien hier briefjes in liggen. Hier zijn de briefjes. Nee, en hier staan de namen op. Zowel de jongensnamen als de meisjesnamen. Want toen wist ik natuurlijk nog niet wat voor naam het is, maar die staan hierop, jongens. En ik ga het niet aan jullie laten zien. Die gaan weer netjes terug in het doosje. En jullie komen er pas achter, uiteraard, als de baby is geboren. En dan de laatste is dit, denk ik. Ja, dat is de laatste van Esme. Ook weer een heel verhaal, maar wat ze uiteindelijk vraagt. Heel veel. Als je een jongetje krijgt, hoe zou je hem dan noemen? Nou, de jongensnaam van deze naam, van deze derde baby, die zeg ik niet. Want dat is eigenlijk hetzelfde als de meisjesnaam, maar dan ietsjes anders. De jongensvariant en de meisjesvariant hebben we. Maar misschien wel leuk om te vertellen wat Luan, hoe Luan had geheten als Luan een meisje was geweest. Als Luan een meisje was geweest, had hij Luana geheten. Die naam hebben jullie al regelmatig geraden onder de video hoe deze baby heet. Dus nu weten jullie nu dat dat niet de naam is. Hij had dus Luana geheten en Lucilla's naam hadden we een heel andere naam. En ik ben heel blij dat het een meisje is geworden, want ik vind nu de naam niet meer zo leuk. Dat heb je wel eens. Maar Lucilla had, als zij een jongen was geweest, Fion geheten. En de naam van deze baby kan ik nu dus nog niet vertellen. Of de jongensnaam, want die lijkt heel erg op de meisjesnaam. Ja, dus dat waren de vragen volgens mij. Ja, nou, ik was er eventjes, ben er doorheen. Volgens mij is dat alweer langer geworden dan ik had gepland. Maar goed, ik laat hem gewoon lekker lopen, jongens. Als jullie het saai vinden, scroll hem maar even door. En anders laat even onderin de reacties weten als je dit wel leuk vindt. Ik vind het heel erg gezellig om met jullie te praten, te kletsen. Ik heb echt het gevoel dat ik met jullie in contact staan. Ik wil jullie zo een knuffel geven. Maar dat kan helemaal niet. Want ik zit daar voor een camera. Maar goed. Dit was even de zwangerschapsupdate, jongens. Even. Van de 30 weken. En we gaan nu weer gewoon verder met de orde van de dag. Lekker weer. Ik ga de kinderen ophalen. En even de vogels in de container. Oh, daar is mijn prinsesje weer. Kijkje. Heb jij een feestje? Met je cakeje. Lekker. Papa, hapje proberen. Zoetjes, hè? Ga je mee? Gaan we naar de bibliotheek? Boekjes inleveren en Luan halen van school. Ja? Zeg je dag, juf. Beetje opeten. Wacht, jongen. Die vindt ze lekker, hè? Gaan we lekker nu Luan halen naar de bibliotheek? Ja. Oké, zeg maar dag, juf. Dag, juf. Hallo, dan zijn mijn kindjes weer. We gaan even naar de bibliotheek, de boekjes ruilen. Ja, anders krijgen we boete. En dat is zonde van de centjes. En was het leuk op school, hoor? Ja, plappa. Ja, was het leuk in de zin, hoor? Ja, plappa. Oh, ze zijn zo baldadig als ze dit. Ze zijn echt zo baldadig. We gaan naar de bibliotheek. Zo gaat de motorbot. Hoe gaat de motorbot? Hoe gaat de motorbot? Had we geen boete? Geen boete, hè? Geen boete. Goed zo. Kom, gaan we nieuwe boekjes ophalen. 1, 2. Woehoe. Nou, gaan jullie maar lekker vlogjes kijken. Zo, even voor Luan, even voor Stella. En dan ga ik boekjes zoeken. Goed. Stella, welke wil je kijken? Eltje. Altijd Eltje, Luan. Ja. Eltje. Eltje is mama kwijt. Die? Of die? Nee, die. Die? Mooi, Eltje is jouw lievelingsverhaaltje. Nou, ik zoek nieuwe boekjes uit, lieve kinderen. Ja. Dan gaan we lekker naar mama. En de hondjes en de kerstboom. Eltje. Wat is er met Silla? Is Eltje aan mama kwijt? Silla heeft vier mooie boekjes van Dora. En Luan heeft Kikker, Elmer en Bezoek voor Beer. Ja. Huh?
Daniel heeft weer gekookt vandaag. Ja, hij lacht, ja. Ik zal jullie laten zien waarom hij lacht. Hij weet donders goed waarom hij lacht. Dit is namelijk mijn bord. Beter dan een paprika en een tomaatje op het vuistje. Mijn lekkere kippetjes en noedels. Ja. Serieus, gewoon de plak van de sticker zit nog op de paprika. Nee, doe echt serieus. Waarom kook je niet gewoon normaal? Nou, dit is ons avondeten nou. Zo had ik het nu nodig. Lieke, mama. Ja, wat doe je eraan? Mama. Ja, gaan we zo een tomaat eten? Lieke, kijk, dan doen we even paprika. Lieke, nou paprika? Nee, maar zo had ik misschien ook al begonnen. Gekke papa hebben wij. Ja. Gekke papa. Papa. Nou, gelukkig hebben we ook kippertjes die hopelijk gaar zijn en niet rauw. En we hebben lekkere noedelsoep. Nou. Wat een goede combinatie, papa. Hey, toppie. Doe dat, mogen ik nog meer en doeg. Doeg.